Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. Vandaag zijn we bij een 500 jaar oud verlaten gebouw. Jongens, we zijn aangekomen in een hele grote zaal. Een prachtig dak. Ik weet niet wat het is geweest, maar het is echt super mooi. We hebben hier een super mooie trap en we gaan even kijken wat boven te zien is. I missed you. You remember me, right? I'm not only there. We zijn er boven op de gang. Het ligt helemaal vol met puin. Allemaal afgebrokkelde stukken. Maar het is wel super vet in de klas. Loop je door een gang heen en we zien links van ons een heel klein smal trappetje. Recht naar boven. We gaan even kijken waar dat nog te zien is. Ik denk de zolder of zo. Jongens, hier aan het einde van de trap zit een deurtje. Ik denk dat het nog geen meter hoog is. Eerst dan. Hier is een fucking mooie vlinder. Loop je een hele gangpad? Het is hier echt maar heel laag. Ja, waar is die vlinder? We zijn hier nu in de kamer beland. Hier hebben we denk ik aan een schoolbank staan vroeger. En het stond daar als een leraar, een soort van college gaan leren. To rebuild myself, to come alive. It all makes sense now, now that the light's out. It's a different world to me, it makes me feel down. Wait until the storm comes out, until sleep comes and makes it all right. We hadden een trappetje gevonden en die leidt ons hier naar de kelder. En we staan hier nou in de blijkbaar staan gewoon een fucking boot hier. Kijk lang de gang nog. Best wel. Wow, dat is echt ziek mensen. Wij staan hier gewoon waarschijnlijk in een 300 jaar oude gymzaal. Alles is nog van hout en zo. Het is echt vuistjes.
Dit is wel het einde van deze aflevering van Urbex Explore. Vergeet niet te liken en te abonneren. En vond je dit een leuk avontuur? Laat het achter in de reacties. We'll be right back.